Maatjes, mijn maatjes, mijn allerliefste maatjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Never in the Glory. Vandaag gaan we een draft doen, want we hadden een gratis draft token gekregen. Wat ontzettend lekker is. En ik hoop dat we hem kunnen winnen. Of in ieder geval leuke spelers kunnen uitproberen waar ik nog niet eerder mee heb gespeeld. Ja, lijkt me fantastisch. Jij wordt heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Je kan ook een blauw duimpje achterlaten en abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. In de vorige aflevering had ik het over het verkopen van het team. En flikker nou toch op. Kinderen die aan je deur staan. Het is lastig, want aan de ene kant is het lief en schattig dat ze je willen zien zo graag. Aan de andere kant blijft de fok weg van het huis. Niemand wordt er blij van, want ik doe het toch niet open. Goed, ik had in de video van gisteren het over het verkopen van mijn team. En daar een ander team voor terugkopen. Een interteampje met een aantal icons. En wederom is het een situatie waarin heel veel mensen het ermee eens zijn en het zien zitten. En ook een situatie waar mensen het er niet mee eens zijn en het niet zien zitten. En dat is het lastige van content maken voor mensen die... Maar voor een grote groep mensen. Want er zijn altijd mensen die het niet met elkaar eens zijn. Om een voorbeeld te geven, de aflevering van gisteren had 4.200 likes. Wat veel meer is dan normaal. En 90 dislikes, wat ook veel meer is dan normaal. Niet dat dat iets doet, maar daaraan kan je dus inderdaad zien van... Oké, er zijn dus ook mensen die het geen goed idee vinden en dan... In verhouding zijn dat er meer mensen dan normaal die een dislike achterlaten. En dat ook in de comments kwam het heel veel terug. En dat vind ik altijd een beetje het dingetje. Want ik had gisteren nog een comment opgezocht die eerder was achtergelaten op Neverending Glory. En die comment was iets in de trant van... Raoul zegt vorige week dat hij niet metaspelers wil uittesten, maar leuke spelers wil gebruiken. En Raoul zegt nu dat hij Mbappé en Neymar gaat kopen. Dat is heel raar. Dat is heel raar. Waarom zou je dat doen? Dat willen we niet. En ook op die actie, toen ik Neymar en Mbappé kocht, waren er heel veel mensen die zeiden... Doe dat nou niet. We willen Neymar en Mbappé niet zien. We willen leuke spelers zien. Ik vind het stom dat je met hun gaat spelen. Ik ga stoppen met kijken. En nu zeg ik, ik wil deze spelers verkopen en ik wil spelers halen die... ik leuk vind om te gebruiken en niet meta zijn en jullie misschien nog niet eerder hebben gezien. En dan zijn er weer heel veel mensen die zeggen, ja, maar daarvoor kijk ik niet, want ik wil de best mogelijke spelers zien. En dit is niet het idee van een Road to Glory, want een Road to Glory moet je het best mogelijke team hebben. En dan ben ik heel erg benieuwd waar die de regels van de Road to Glory vandaan haalt, want dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Helemaal niet van Never in the Glory, dat is gewoon zo goed mogelijk team bouwen. En als ik spelers koop die minder duur zijn, is het niet in één keer dat ik geen geld meer op mijn account heb. Dat blijft daar gewoon staan, dus... Ja, goed, nogmaals, er zijn altijd mensen die redelijk slim zijn en inhoudelijke leuke comments achterlaten. Als jij het met me eens bent of met me oneens bent, of niet met mij eens of oneens, want ik stel een vraag aan jullie. Als jullie het zien zitten of het niet zien zitten en jij hebt daar een heel goed argument voor, laat het dan vooral achter. Indien dat niet het geval is, ga ik het opspicen, want ook dat moet af en toe gebeuren. Mensen vinden het zonde dat het best weggaat, ja... Want dan kan je geen gameplay zien met de beste speler. Nee, klopt. Alleen heb ik wel 182 wedstrijden met hem gespeeld. Dus het is niet erg als we af en toe iets anders gebruiken, toch? Ik bedoel, ik heb Neymar nu gebruikt en ik ga hem echt missen. Want ik vind het de beste kam die er is. 33 wedstrijden, 32 doelpunten, 14 assists in de Weekend League, de Division Rivals. Het is echt fantastisch. Maar ik heb ook zin om Lukaku te gebruiken in de Weekend League. Voor de meme. Ja, lijkt mij fantastisch. Ik ga het allemaal meemaken. We gaan de online draft doen. Ik ben al te lang aan het praten, maar dat is altijd een dingetje. Moet je luisteren? Draft token wil ik graag gebruiken. Het is altijd een dingetje met een Road to Glory. Je moet met heel veel mensen rekening houden die allemaal een eigen mening hebben. En vaak ook niet snappen dat het hebben van een mening niet per se gedeeld wordt. Die mening niet gedeeld wordt met de meerderheid. Dat is ook waarom je politieke discussies hebt in het land. Omdat sommige mensen niet het relativeringsvermogen hebben om te denken... het kan zijn dat ik ergens aan moet denken, maar dat iemand anders het er niet mee eens is. Dat kunnen ze zich niet inbeelden. We gaan hier voor Socrates. Waarom gaan we voor Socrates? Niet omdat hij teamgeest krijgt of wat dan ook. Nee, Socrates is vandaag een aantal jaar geleden overleden. Het is zijn sterfdag vandaag. Dus mensen... steek een kaarsje aan voor Socrates vanavond. Hij verdient het. Goed. De volgende spits. Oh, Kenny Dalglish. Oh, dit is lekker. Oh ja, die wil ik heel graag. Spelers gebruiken die we niet vaak gebruiken. Dus inderdaad. En Dalglish heb ik echt maar één keer in de draft mogen hebben. En die was fantastisch. Hier hebben wij dan Kostic. Dat is op zich wel een goed kaartje. Lamar ook. Lamar heeft een Hunter kaartje. Dat is misschien wel gunstig. En heeft natuurlijk dat linkje met Ben Yedder. En misschien ook wel met... Nee, niet met een Franse, maar met Doucouré. Mooi Frans triangeltje daar, linksachter dan. Niemand van de BBVA of La Liga Santander, dus dat is vervelend. Dan gaan we voor de
Engelsman, omdat nou, Doucouré ook Premier League is. En ik hoop wel dat ik die uiteindelijk nog mag vervangen, hoor. Oeh, Langlais en Varane. Langlais heeft een schaduwkaartje, dus die moet ik dan wel nemen, want dat is bijzonder, bijzonder chill. Hier hebben wij Umtiti. Voor dat hyperlinkje met Langlais. We hebben alleen nog een linksachter van La Liga nodig. En dan zouden we iedereen op teamgeest hebben. Dit is een fantastische selectie met keepers. Gaan we niet gebruiken. Mag ik hopen. Rechtsmidden. Callejón. José Callejón. Cuadrado is wel mijn draft legend. Vind ik wel heel fijn in de draft. Maar Callejón is ook niet verkeerd. En dan kunnen we rechtsachter Sergio Roberto, Carvajal gebruiken en die op teamgeest hebben. Dus de veiligere optie. Nee, niet het geval. Als we... Oh, nou, alsnog helemaal niet verkeerd. Want hier heeft een schaduwkaartje wat chills op je rechtsachter. Medium, wat ook goed is. En een goed linkje met Callejón. Oké, een betere keeper aan linksachter. En dan hebben we al 100 teamgeest. Ja, dit is lekker zeg. Iedereen gaat helemaal lijp op Van der Sar. Heel veel mensen gebruiken hem ook. Dus dan moet ik hem boven Schmeichel kiezen. Linksachter, Alexandro. Ja. Is wel beter dan Chilwell. Niet een goed linkie, maar is wel beter. Dus misschien moeten die dan toch nemen. Laporte. Kawaka. Maakt niet zo heel veel uit, toch? Laporte. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Alan, Fabinho, Frenkie. Oké, okay, ik denk dat wij voor Frenkie gaan. Die is iets beter naast Doucouré. Zorgt ervoor dat Ben Yedder niet volledige teamgest haalt. Maar dat hebben die andere spelers natuurlijk ook niet. Behalve Alan. Die hadden we dan hier neer kunnen zetten. En dan Socrates kunnen omdraaien. Misschien is dat een slechte keuze achteraf. Misschien was Alan beter. Maar het is tof om Frenkie te hebben. Toni Kroos. Ja. Nee. Nee. Ik ga liever Bruno Fernandes als supersub gebruiken. Terwijl Toni Kroos natuurlijk wel een hogere rating heeft. Zo. Poeh, ja, die moeten we dan wel nemen. Natuurlijk moeten we die nemen. Oké. Rechtsachter uit La Liga. Dat is wat we nodig hebben. Neymar. Oh, ik denk dat we Neymar dan doen. En dan kunnen we het alsnog omdraaien. Dan kunnen we het alsnog allemaal omdraaien. En dan hebben we zelfs volgens mij meer teamgeest. Als we dan een betere... Oh, als we dan een betere rechtsachter hebben. Als we een betere rechtsachter hebben. Zou dat helemaal niet verkeerd zijn. Bill. Goretzka. Ja. Super suppie. Op de reservebank. Kom op. Nog steeds hebben wij een back nodig. Dinje. Kan hij daar staan? Ja, had hij daar goede teamgeest? Nee. Allebei. Tete. Linkt ook met niemand. Hebben we ook niks aan. Gaan wel kiezen. Kom op. Alleen nog die rechtsachter. Voor de rest ben ik heel erg tevreden. Grimaldo. Spaans. Heeft geen linkje met mensen. Bernardo Silva dan maar. Voor de bank. Laatste speler. Rechtsachter. Kool krijgen we. Maar dat is de verkeerde league. Dat is de verkeerde league. Kunnen we daar iets mee toveren? Dit zorgt niet voor meer teamgeest. Isai heeft er zo 4. En Dinje ook 4, dus dat maakt niet uit verder. Laporte maakt ook niet uit. Het wordt lastig. Ik denk niet dat we 100 teamgeest gaan halen. Terwijl we wel een goed team hebben. Maar gewoon één positie eigenlijk een beetje gebrekkig is. Frans, dat is chill. Niet, maakt niet uit. Iedereen heeft daarvan al volle teamgeest. Nederlands, Frenkie, 95. Engels, maakt niet uit. Frans. Ja, dan kunnen we Dinje er nog wel inzetten. Weet je wat we gaan doen? Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een gokje nemen. Gokje wagen. Wij gaan. Langlais op rechtsachter zetten. Hier zou je vervangen voor Laporte. En dan Alexander vervangen voor Laporte. Dan hebben we 100. Dan hebben we 100. En als dat niet werkt, dan wisselen we Alexander er wel in. Dit is fantastisch. Oh, ik ben ook zo geniaal. Hoe kan ik dat dan weer zien? Ik heb de suplesse om dat te doen. Het team is gemaakt. Het is helemaal geen verkeerd team. Het enige is dat Socrates natuurlijk niet zo'n goede verdediger is. Maar dat maakt nu niet uit, want ik wil met hem spelen. En anders zetten we me in de spits. Weet ik het. Noem het op. Deze is voor jou, Socrates. We gaan een wedstrijd zoeken. Dit is het team van de tegenstander. Hij heeft een best wel goed team. Hij heeft alleen Mbappé niet op team geest. Heeft hij, hoe heet hij, Marajan? Dat is hem toch? Die oud Ajaxiet daar. Dat is ook niet heel goed. Sergio Roberto op CV ook niet goed, maar die gaat hij misschien nog wel wisselen. Oké, okay. Ik speel zo ontzettend slecht FIFA de laatste tijd. Dus ik hoop dat het even een beetje om aan te gluren is vandaag. Het zou wat zijn als dat gewoon in één keer goed gaat, hè? Jedder. Op Neymar. Komt zijn keeper uit? Nee. Gaan we hem slepen.
voorleggen. Messi, Messi, Messi. Tuurlijk. Lekker. Ben Yedder. Op Dalglish. Geef hem hoog terug. Aan Ben Yedder. Dalglish versnellen. Verhoek mikken. Oh, de keeper heeft hem. Dankjewel. Dalglish. Hoge bal op Messi. Aanname moet goed zijn. Aanname is goed. Oh, dan is die versnelling zo goed van Messi dat hij de bal alweer kwijt raakt. Neymar. Dalglish. Oh, dit is best wel een keurige aanname. En een balrol. En draaien. En scoren. Hoppa. 0-2. Het is alvast een kleine waarschuwing dat ik zo mijn trui uit ga doen. Omdat ik het nu al pestpleuris benauwd heb. Neymar op Dalglish. Tuurlijk. Geen buitenspel. 0-3. Easy goals. Ja, tuurlijk gaan we hem afleggen. Tuurlijk gaan we hem afleggen. Ja, Dalglish op beeld die net is ingekomen. Aanname. Verhoek. Pompert. Raakte de keeper hem nou nog aan? Hij drukt nu wel op pauze. Misschien dacht hij, bij 0-4 is het wel gewoon klaar. Ah, wel. Oké, we gaan door naar de volgende ronde. De volgende tegenstander heeft ook een 4-4-2 tweede variant. Koeman en Ramos achterin, dat is een goed duo. De Bruyne en Kanté is ook een goed middenveld. Figo, Son, Pace, Dalglish, Mertens, ook goed. Het is een goed team, gelijkwaardig aan dat van ons eigenlijk. Socrates. Goed zo, Messi, versnelling en dribbelen. Ja, als je tegenstander niet tackelt, kan jij gewoon doorlopen helemaal met iemand als Messi. En dan sta je 1-0 voor. Zo, Messi. Op Dalglish, en dan gaat hij. En dan kan Piqué niet snel genoeg zijn. En dan Neymar. Ja. Dalglish, wat een assist. 2-0. 2-0. Je bent draft. Ik heb net twee potjes de Fish Rifles gedaan. Want ik denk, weet je, ik ga even spelen. Mag ook wel eens een keertje. Dat je wat tijd en moeite stopt in FIFA gewoon om te spelen. Ook even om in de vorm te komen voor die draft. Ja, zou zonde zijn als je eerste potje van de week op dit account een draft doet. En dan uitgetiefd wordt. Zou zonde zijn. En dan gaat het allemaal een beetje stroef en een beetje matig. En dan ga ik nu een draft spelen. En dan klikt het allemaal zo makkelijk. En dan gaat het zo simpel. Ligt het dan aan de tegenstanders, aan de draft, aan de formatie, de opstelling, de spelers, aan mezelf? Ik weet het niet, maar ik wil het wel graag weten. Peest hij me even langs. Dat gaat hij nog een keer doen. En dan gaat hij hem... Haha, niet langs Van der Sar kunnen krijgen. Jeet! And that is why I hate corners. Because I don't know what to do. And then I pass the ball to somebody on the 16 line. And then he loses the ball. And then I have a counter on my broek. And then we score a counter from his count. Op de ping. En Dalglish krijgt hem alsnog. Oké, dat is heel erg overdreven. Ah, hij rage quit. Wat prima is. Gaan we door naar de volgende ronde. En Lautaro Martinez, het is net 4 uur, heeft geen team of the week gekregen. Logisch is, had ook maar 2 keer gescoord. Maar toch wel jammer. Dit is de tegenstander voor de halve finale. Niet een heel goed team. Niet een heel goed team. Zeker niet het beste team. Het slechtste team eigenlijk wel wat er tot nu toe zijn tegengekomen. Oh nee, oh, we krijgen een vervelend doelpunt tegen. Want we zaten er wel tussen. Maar hij krijgt hem terug. Wat spijtig is. Is dat het eerste doelpunt van de... Het is het eerste doelpunt volgens mij dat we tegenkrijgen. Dus, ja, helemaal niet verkeerd. Maar ik had toch liever een ander doelpunt tegengekregen. Ik zat er ook even niet bij met mijn hoofd. Biglia eruit. En heeft hij nou Messi erin? Ja, in de spits. En Firmino op kan. Dalglish. Gaat buitenom. Terug op Messi. Voor je rechter. Je hebt ook gewoon 4-star weakfoot. En dat vergeten mensen af en toe. En dan kan jij gewoon scoren. Zo simpel is het. Langley moet je hebben. Goed zo. Verpest ik hem nou alsnog. Nee, oh, Van der Sar heeft heel veel geluk daar. Hij dook gewoon niet. En doordat hij bleef staan had hij. Misschien anders was hij anders uit de weg gedoken. Maar het, ik bewoog. Ik bewoog Van der Sar. Anders was het heel zuur geweest. Maar omdat ik de aftrap had in 45 minuten. Ik denk, kop het maar lang leer. Dan weet je, het zal het allemaal wel goed zijn. Ja. Boom. Oh, hij neemt hem eigenlijk net niet goed mee. Ik wil hem in de loop meenemen en hij bleef haken. Ja. Boom, korte hoek. Yes. Let's go. Let's go. Let's go, Ben Yedder. Let's go. Heerlijk hakje van Dalglish. Ik hoopte al dat Ben Yedder zou doorlopen. Maar dat is altijd de vraag. Keeper kwam uit. Koos geen hoek. Hoppa. Oh jee. Ah, dit is ook weer zo kut. Van der Sar, waarom pak je niet die bal? Je bent dichterbij en je weigert gewoon die bal te pakken. En dit is ook echt een gelukspaas van mijn tegenstander. En uiteindelijk zit hij er. Ja, het was een hele goede aanval, maar het was gewoon niet bedoeld. Messi, op Dalglish, verre hoek. Oh, Van der Sar, zijn er, redt hem wel. Yo, hij gaat nog een keer scoren. Oh mijn god.
Balen. Goed uitgespeeld van hem. Slecht verdedigd van mij. Ja, kon die bal met Socrates, kon die man gewoon niet bijhouden. Oh, wat spijtig, wat spijtig. Helemaal omdat wij voorstonden, hè. Helemaal omdat wij voorstonden en wij het gewoon hebben weggegeven. Dat is erg spijtig. Het was 100% op goed geluk. Waarom wordt zo iemand geholpen? Ja, ik kon hem niet bijhouden. En dit is dan goed uitgespeeld van hem. Die dragback, of die fake shot, was goed. Maar dat tweede doelpunt, dat had nooit gemogen. Dat is ongelukkig voor ons, gelukkig voor mijn tegenstander. We hadden 7 schoten tegenover 4, 3 doelpunten bij 2. Ja, you win some, you lose some. En helaas, helaas hebben wij niet de finale gehad. Krijgen we een Jumbo Premium Gold Pack en een Gold Pack. Niet het allerbeste, maar het voordeel is dat... non-rare spelers zijn niet zoveel meer waard, hè? Ik wilde zeggen, het voordeel is dat je altijd wel veel non-rares krijgt. Maar die zijn nu niet zo heel veel meer waard. 1700... Upamecano, Bundesliga SBC, spelkaart 1000, dat is 4000 uit het pakketje. En het laatste pakketje, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Blauw naar stop zijn, vergeet niet op te abonneren. Morgen weer een nieuwe aflevering. Wat is het met die flares? Waarom zijn die zilver? Dit had ik laatst ook al. Raar. Oké, Dead Eye, helaas geen schaduw of Hunter of wat dan ook. Kam naar CM is misschien wel wat waard. 2000. Nee, ik denk niet. Het zal niet veel schelen. Misschien spelen we Kiet. Als we het positief bekijken. Je wordt bedankt voor het kijken. Blauw dat ze top zijn. En ik check jullie allemaal later. Joejoe.